welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Sari, ook in deze aflevering weer een aantal leuke gasten. Met wie gaan we praten? We gaan zo meteen van alles horen over het Toon Hermanshuis, wat hier in Tiel gaat komen. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, het bloemetje en de straatpraat. En we gaan beginnen met Diana Dekker. Jij bent van Tiel Pakt Uit. Onder andere, ja, hè, want ze is een druk beestje. Is het. Een druk bezette dame. Ja. Maar Tiel Pakt Uit gaat met iets heel bijzonders komen. Ja, dat klopt. Wij hebben met elkaar besloten dat we de Voice of Tiel gaan organiseren. De Voice of Tiel? Ja, de Voice of Tiel. Dat klinkt heel ambitieus. Ja. Wat is het? En ja, we wilden totaal iets anders. Dat betekent gewoon iedereen die kan, zodra die kan lopen en kan zingen, die mag meedoen tot 80, 90 jaar. Maakt niet uit. En, een talentenshow. Ja, het is gewoon, er is een jury ook met een aantal, we zijn er nog mee bezig, maar Harm Rikke waarschijnlijk in de jury. De Tielse zanger is dat. Ja, en Sander van de buurvrouw. Ook Tielse zanger. En DJ Matthew. En er zijn onder andere een van de juryleden. En het leuke is, als er veel aanmeldingen zijn, verdelen we dat in leeftijdscategorieën. En daar vallen prijzen te winnen, een eigen cd opnemen in Studio Tiel. Hartstikke leuk. Dus ja. Maar hoe gaat het in zijn werk? Nou, ze kunnen zich gewoon aanmelden via dit. Je hebt een mooi spreekbriefje meegenomen. Ja, want het is te veel, dat weet ik allemaal niet. www.thevoice@tiel-pakt-uit.nl of www.tiel-pakt-uit.nl of www.facebook.com/thevoiceoftiel.com. .be komt altijd aan. Nou, in ieder geval een van deze drie. Ja. En we hebben al een aantal aanmeldingen binnen. En we hopen op veel reacties. En vandaar deze oproep via televisie. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Hoe werkt dat? Moet je opnames van jezelf maken? Je kan op een gegeven moment, je meldt je eerst gewoon schriftelijk aan. En daarna dan geef je gewoon op van wat ga je zingen. En op de dag zelf neem je een cd mee. En die lever je dan in bij DJ Matthew en die begeleidt alles. En het is op 28 en 29 maart, dus Tiel Pakt Uit. Oké, dan is het ook weer is dat de eerste Tiel Pakt Uit van dit jaar, hè? Ja, dat klopt. En dan is eigenlijk het centrale evenement. Gebeurt het op de Groenmarkt? Ja, dat begon hiervoor. Dus een groot podium. Dus we hebben er echt zin in. Mensen zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. Ja. Maar die zijn er natuurlijk in grote getalen. Wat verwacht je er zelf van? Nou, ik hoop op veel. Dus ik hoop echt wel dat veel mensen zich aan gaan melden. En het is niet alleen van Tiel, maar het is echt, je mag overal vandaan komen. Het is gewoon hier. Maakt niet uit. En op het moment dat die mensen allemaal gaan zingen, mag iedereen komen kijken ook. Ja. Dus het is best wel spannend als je dat lijkt me echt wel hilarisch, denk ik. Ja. Dus, sowieso te geloven. Als je denkt dat je misschien kan zingen. En, wat leuk. Tiel Pakt Uit is natuurlijk al jaren actief. Dus dit is de 21ste editie. En we wilden gewoon eens een keer heel wat anders om Tiel op de kaart te zetten met de ondernemers. Hoe gaat het met Tiel Pakt Uit? Ja, goed. We hebben nog steeds dezelfde mensen in ons bestuur, in de vereniging. Ja. En wie zit er daarin? Truus. Van Riando. Van Riando. Frans van Os, die bij de Zaakhits gewerkt heeft. Anton van de Kaasboer. Theo CB. Van de Cadeau. Allemaal enthousiaste mensen. Jij van de Knippelerij. Ja. En even kijken, ben ik er één vergeten? Nee, en Wilma van de Kaartshop. Natuurlijk. Dus we zijn nog steeds hetzelfde team. Ik zit er al 7,5 jaar bij. Dus, wat leuk. Ja. Wat leuk. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen dan de stad komen bezoeken. Nou, en als ze het nou niet doen, dan weet ik het niet meer. Ja, gewoon niet bang zijn en gewoon doen. Dus wie weet heb je eigen cd. En ook nog, 2 mei gaan de winnaars ook meedoen met de Tielse Toppers in het wegrestaurant. Dan is er ook nog een mogen ze met de optreden meedoen. Oké, dus dat is een extra toetje op de slagroom. Slagroom op het toetje. Ja. Op de slagroom. Ja, dus dus schroom niet. Mensen moeten dus allemaal hier zich gaan aanmelden. Ja. Hè? Toch? Ja. Ja? Ja. Voor 1 maart. En dan de winnaars die krijgen inderdaad dus een echte cd-opname. En 2 mei opname een optreden. De Tielse Toppers, hè? Nou, we gaan je er veel succes bij wensen. En natuurlijk gaan we het een en ander volgen op Stadstv. Oké, dankjewel.
een vraagje. Gaat u wel eens uit in Tiel? Jawel. Uit Tiel niet. Nee, nooit eens stappen, drinken, bioscoopje? Nee, hou ik niet van Tiel. Mag ik u wat vragen? Natuurlijk. Gaat u wel eens uit in Tiel? Nou, zelden. Zelden. Nooit eten, drinken, bioscoopje? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, een heel enkele keer als de chef nou, het is een, ik noem het open dag zondag of zoiets en er is mooi weer. Dan lopen ze een keer rond en dan even een terrasje, een kop koffie of een pilsje of pakken of zoiets. Maar daar blijft het ook bij eigenlijk. Ja. Gaan jullie wel eens uit in Tiel? Nee. Heel toevallig zijn we nou een keer om te winkelen, maar ook bijna nooit meer. Nee. Gaat u wel eens uit in Tiel? Nee. Nee, nooit. Nooit eten, drinken, terrasje? Wel eens, maar dat echt uit, nee. Gaat u wel eens uit in Tiel? Eigenlijk nooit. Nee? Nee. Nooit eten, drinken? Eigenlijk nooit. Nee. Okay. Mag ik u een vraagje stellen? Meneer, gaat u wel eens uit in Tiel? Nou, wij wonen hier pas 2 jaar, dus we weten de weg nog niet. Nou, u weet de horecagelegenheden, de bioscoop, de restaurantjes? Hier vooraan weten we wel een restaurantje, ja. En daar gaat u wel eens naartoe? Daar gaan we wel eens heen. Hallo, mag ik een vraagje stellen? Heel klein een vraagje. Ga je wel eens uit in Tiel? Ik kom nooit in Tiel, dit is de eerste keer dat ik in Tiel ben. Gaat u wel eens uit in Tiel? Nee, heel weinig. U komt hier wel vandaan? Ja, gewoon in het centrum. In het centrum? Ja. Oké, maar ook geen drankje, bioscoopje, eten? Nee, nooit. Allemaal niet. Nee. Gaat u wel eens uit in Tiel? Nee. Eigenlijk niet zo vaak, nee. Niet naar een restaurant of iets drinken? Nee hoor, dan gaan we eigenlijk weer naar Utrecht. U gaat echt de stad uit? Ja, zo'n beetje wel, ja. Goedemiddag, mag ik u een vraagje stellen? Ja, gaat u wel eens uit in Tiel? Niet zo vaak, helemaal niet. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, ook niet terrasje, drankje, restaurant? Oh, jawel, het is wat je maar niet noemt. Niet zo vaak in ieder geval. Nee, omdat we het geen plezier stad vinden. Nee. U gaat wel de stad uit om iets te doen? Jazeker. Ja. Eindhoven, Amsterdam, Den Haag. Okay. Maar het heel, tot nu toe. Nee, sorry. Dank u wel. Alsjeblieft. Mag ik jou een vraag stellen? Nou, wat? Ik weet niet heel veel. Nou, ga je wel eens uit in Tiel? Ja, tuurlijk. En waar ga je dan naartoe? Pleintje. Ja, daar ga ik uit. Hallo. Mag ik een vraagje stellen? Jawel. Gaan jullie wel eens uit in Tiel? Weinig. Ja. Ja, wel eens naar de kroeg. Naar een restaurantjes. Bij de beurs of bij de Drie Zussen of bij de Markt. Ja, dus. Ja, okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Mag ik u wat vragen? Nee, mevrouw, dankjewel. Oké. Dat kan, hè? Ja. Inmiddels zijn bij ons aangeschoven mensen van de Rotary Club Tiel, Jans Lundeman en Cornelie Bierens de Haan. Welkom. Waar komt die naam vandaan? Dat is een hele mooie naam. Cornelie, en die kom je niet dagelijks tegen. Nee, dat klopt. Ja, ergens. Het is gewoon een hele mooie bijzondere naam. Gewoon van laten we haar Cornelie noemen. Ja. En nou, eerst die Rotary Tiel. Ja. Waar houden jullie je met name mee bezig? Even een correctie. Ik ben van Rotary Tiel. Cornelie niet. Maar ik zal je zo vertellen hoe dat komt. De Rotary Club Tiel is een serviceclub. Dat betekent dat leden die daar lid van zijn, toch op een of andere manier maatschappelijk betrokken willen zijn, ook bij Tiel met name. Wij doen heel wat serviceprojecten. Al door de jaren heen? Al door de jaren heen. Heel vaak ook in het buitenland, iets minder vaak in Tiel. En dit project, het Toon Hermanshuis Tiel, is nou met name een project dat wij geadopteerd hebben. Omdat een van onze leden, Pieter Bruin, hier is een oude orthopedisch chirurg hier in Tiel, in het begin van 2014 daar ineens tegenaan liep en dacht van, goh, dit is een heel mooi initiatief. En hij heeft dat in onze club gebracht en we hebben dat meteen omarmd, want we dachten, dat is een prachtig idee om in Tiel een inloophuis
op te richten voor mensen met kanker en de familie eromheen en iedereen die daarbij hoort. En dat is een huis wat vooral door vrijwilligers wordt gedraaid. En we kunnen wat dat betreft onze kennis, kunde, handen en netwerk gebruiken om dat Toon Hermans groot te maken hier in Tiel. Ja, want dat Toon Hermans huis, dat bestaat al veel langer, hè? Ja, dat is ontstaan in Sittard. 1998? Ja. Ik denk dat het, volgens mij, dat weet ik niet helemaal, iets van 8 zijn in Arnhem en Amersfoort. En Noord-Drenthe, ja, klopt. Amersfoort. Het tipje van de sluier ligt u al op, wat het Toon Hermanshuis doet, maar vertel het nog eens een keer duidelijk. Wat is dat? In principe is het Toon Hermanshuis een inloophuis, kosteloos voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Niet alleen deze mensen, maar ook voor hun naasten, familieleden, iedereen die ermee te maken heeft. Hè. Kanker heb je niet alleen, zeggen ze wel eens, maar dat is iedereen die ermee te maken heeft. Waarbij ze op allerlei manieren kunnen worden ondersteund, die normaal in de reguliere zorg niet aanwezig is. Dat betekent dat ook fysiek daar aanwezig kunnen zijn? Dat is fysiek, het is een ontmoetingsplaats. Misschien dat je het nog beter kan uitleggen. Ja. Het gebouw zit hier in Tiel, dichtbij het station daar. Dat is het voormalige gebouw van Bier als Advocaat, hè? Ja, ja, absoluut. En we hebben de bovenste verdieping in ieder geval voor een jaar te leen gekregen. Ja, dat zijn we nu aan het inrichten. We zijn 3 dagen is het Toon Hermans open, op dinsdag, donderdag en vrijdag. En wie gaat dat bemannen? 10 tot 5. En daar zitten elke dag 2 dagdelen, 2 gastvrouwen. Gastheren. Die hebben allemaal geselecteerd en die hebben zich die krijgen nu een speciale cursus. En die zijn daar om de gasten, wij noemen het geen patiënten, gasten zijn ze daar. Te ontvangen, een kopje koffie te geven. Ze zijn daar om lotgenoten, wij noemen dat dan misschien bondgenoten, te ontmoeten waar ze een gesprek mee kunnen voeren. Of niks. Ze zat in school, dus gewoon geschaakt worden. Dus er is eigenlijk niks, maar er is wel ruimte voor een gesprek. Wat is nou dat Toon Hermanshuis anders? Wat maakt het anders dan de reguliere opvang die er is? Die is er niet eigenlijk op deze schaal. Er is niet aanwezig een plek waar mensen... Ik denk vooral ook dat het is na mensen die na hun traject thuiskomen op de bank zitten en iedereen denkt het is voorbij, het is over. En gaan weer werken en dan val je toch in een vacuüm en je kan niks. En dan heb je behoefte aan mensen die dat begrijpen, die hetzelfde hebben meegemaakt en waar je gewoon je verhaal kwijt kan. En daar vind je dan dat platform? Daar vind je, daar kan je het vinden als je wil praten, hoeft niet. Maar tegelijkertijd organiseren we ook activiteiten. En dat is een beetje verdeeld in de creatieve dag. Dat wordt geschilderd en gezongen en gedanst. En er is een soort wellness of feeling good dag. Dat is dan meer yoga, mindfulness. Ontspanningsmassage. Allemaal mensen die zich vrijwillig hebben aangebeld. Kortom, daar is genoeg te doen. Maar dit kan natuurlijk nooit draaien zonder sponsoren. Inderdaad, het kan niet draaien zonder sponsoren, vrijwilligers, mensen die heel veel liefde hierin willen stoppen. Het is al begonnen met mensen uit de Rotary, vrienden, kennis, alles eromheen. Dat is een enorme, vaste kern, een enorme sterke motor die op het moment de boel aan het opbouwen is. De organisatie wordt goed neergezet. Het doel is ook om het huis te openen dit jaar op Valentijnsdag. Oh, dat is al heel snel. Dat is al heel snel. Er wordt, als u gaat kijken, er wordt heel hard gewerkt, geschilderd. Het zijn ook allemaal mensen die dat allemaal om niet doen. Dat is prachtig. Maar anderzijds, het openen is er één, maar om het Toon Hermanshuis voor te laten zitten, te borgen. Ja, heb je dus op een of andere manier structureel gelden nodig. Openen zijn, maar dan begint het. Dat betekent dus dat wij graag een oproep doen. En willen vragen aan iedereen die hier zich betrokken bij voelt. Eventueel noemen dat zelfs een vriend van het Toon Hermanshuis. Dat mensen iets kunnen bijdragen. Dat staat allemaal op de website. Maar hoe ze dat kunnen doen. We willen graag dat bedrijven ook mee gaan doen. Desnoods organiseert een bedrijf iets leuks. Wat een soort fundraising is. Waardoor het geld daar naartoe kan gaan. We hebben sponsoren in allerlei gradaties. We noemen dat brons, zilver, goud en diamant, als ik het goed heb. Ja, en dat is terug diamant. Te vinden op een website? Dat is allemaal terug te vinden. Het is wel zo dat de vaart waarin we het doen zo snel gaat dat de website
nog niet heel echt is aangepast. Dat kan misschien de komende dagen gaan komen. Maar mocht je geïnteresseerd zijn om wat te doneren, dan wat iets te doen, dan kan je naar de website gaan, www.tht.nl, Toon Hermanshuis Tiel.nl. Tht.nl. Ja. Ja. En daar vind je ook het e-mailadres info@tht.nl. Mocht je zeggen van ja, hier ga ik voor, heel graag, want we hebben echt het nodige geld nodig om het huis goed neer te zetten. Ja, en, lijkt me logisch. Ja, dat kost nogal wat om dat te onderhouden. Tuurlijk. Ja, maar het is ook belangrijk om de mensen te krijgen, want het is natuurlijk ook, ja, het moet bekendheid krijgen. Ja. Dus mensen die, ja, op een die behoefte hebben aan dat luisterend oor, wellicht een stukje begeleiding. Ja. Nou, wat we dus ook gaan aanbieden, is op iets van vier dingen. Dus dit is gewoon het inlopen en dan de activiteiten. Maar we willen ook weer focusachtige op dingen doen. Dus echt een keer voor mannen alleen een bijeenkomst, of voor de partners, of voor nabestaanden. Maar ook dat er voor bepaalde kankergroepen komen er vanuit de verenigingen, zoals bijvoorbeeld prostaatkanker. Daar komt echt iemand zitten, één keer in de maand zeker. En dan kan je met gerichte vragen naartoe gaan. Het is geen arts, het is gewoon medepatiënten, maar die hebben dat meegemaakt. En we willen ook daarbij nog als vierde poot ook dingen, lezingen geven over kanker met werk, kanker en voeding, kanker en sport. Dus echt meer informatie geven. Geweldig initiatief, Sarah. Ja, absoluut. En ik mag hopen dat het ook erg laagdrempelig is. Dat is het. He, dat mensen die hier naartoe willen, dat ze dat ook gewoon doen. Ja. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja. Absoluut. Wij zijn er klaar voor. Ja, we zijn er klaar voor. Ze kunnen zo binnenwandelen op de dagen dat het open is. Het ziet er leuk, worden ontvangen door een gastvrouw. Je kan wat informatie vragen. Je kan meteen al een gesprekje nemen. Je kan gewoon een kopje koffie drinken. Je kan een afspraak maken. Het is voor iedereen. Kan het op een wijze gebeuren die hem of haar past. Ja. Dus, wat dat bedoelt, persoonsgericht. Het is niet. Ik wil nog één ding toevoegen. Wat ik zo bijzonder vind, is dat we in september ook een toontoverhuis bij komen. Dus woensdag is het ook voor kinderen een toontoverhuis. Ja. Ja, en het is echt een initiatief vanuit hier, het ziekenhuis. Ja. Dus dat is echt geweldig. En wat is dat? Dan is er een woensdag alleen voor kindertjes en met hun ouders. Hetzelfde. Dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Erg mooi. Wij blijven van de StadsTV blijven jullie volgen. En jullie weten ook de weg naar de StadsTV inmiddels natuurlijk te vinden. En kom vooral snel op bezoek. Ja, gaan we zeker doen. Opening graag ook. Gaan we zeker doen. Okay. En Tiel aan tafel, nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan hier bij TLTC en dat komt omdat wij een brief hebben gekregen, eigenlijk namens alle leden. En dat is voor Pelly den Boer. Pelly zet zich al jaren in met hart en ziel voor deze club. Staat altijd met een vrolijk gezicht achter de bar, staat voor iedereen klaar. Maakt lekkere hapjes, verwent iedereen. En ze moet gewoon een keer in de bloemetjes gezet gaan worden. En dat gaan wij nu doen met dit prachtige boeket. Hallo. Hallo. Kom eens dichterbij. Even in het licht. Hi. Dat is veel te lang geleden. Ja, dus dat doe klopt. Een wijntje, kom. Kom. Nee, Pelly, even hier. Oh, bloemetje, nou, voor jou. Wat lief. Ja. En weet jij waarom? Omdat we zulke gezellige avonden gehad hebben met jullie. Nou. Ja, ik heb geen idee. Jij zet je al jaren met hart en ziel in voor deze club. Staat altijd voor iedereen klaar. Altijd vrolijk. Altijd bereidwillig. En dat wordt dus beloond door de leden. Met een bloemetje. Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Kom, allebei. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Sari, weer hele interessante gasten, mooie mensen. We hadden Diane Dekker, zij kwam praten over Tiel pakt uit. Tiel pakt uit met The Voice of Tiel. Nou, lijkt me enig, al dat talent dat dan mag gaan zingen straks. Gaan we meemaken. Leuk. En natuurlijk het Toon Hermans Huis met Jan Sunderman en Cornelie. Wierens de Haan, dat is echt een prachtig initiatief wat er hier in Tiel vanaf 14 februari plaats gaat vinden. Mooi dat het in Tiel allemaal plaatsvindt. Absoluut. Nou, volgende week zijn we dan natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Graag tot dan.